Hallo allemaal, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Preach and Cook. Ik zou niet weten hoeveel ze het ondertussen is. Ik heb het een tijdje niet gespeeld, maar dit was best wel veel vraag aan. En gelukkig heb ik ontdekt dat al mijn save-files gewoon op staan. Dat weet hoe dat is gebeurd, weet ik niet, want ik heb... beginnen. Eens kijken. Oh, dit is op zich wel een goeie. Drink een glas water in de... Ik probeer het te onthouden. Ik heb echt niet goed geslapen vannacht. Ik heb wat sterke koffie gemaakt en wat schermbot. Oh jongens, dat is natuurlijk een ding uit mijn beroep. Ik heb wat sterke koffie en wat scrambled eggs. God. Roereieren gemaakt voor Amanda als vrede. Ze strompelt de keuken binnen. Hey. Ik weet echt niet meer wat er gebeurd is. Ik weet nog maar dat ze weg was. Ik heb erover nagedacht wat je hebt gezegd. Wat hadden we ook alweer gezegd? Ik had je een berichtje moeten sturen. Ik zei dat ik het zou doen en ik deed het niet. Ik heb er echt serieus niet over nagedacht. Nou ja, het is een tienerdochter, dus ja, die zijn iets meer bezig met feesten en voornamelijk niet in de buurt van je ouders zijn. Dat had ik ook. Kijk, toen ik van Dingsbro naar Zevenaar verhuisde, toen had ik ook echt eventjes een moment van, yes, ik hoef niet meer de hele dag in de buurt van mijn familie te zijn. Want mijn enige sociale contact destijds was mijn familie. En dat gaat echt, echt, echt niet leuk zijn. Dus, ja. We gaan verder. Het spijt me heel erg, pap. Het zal niet meer gebeuren. Ah. Nou. Oh, god. Ik had natuurlijk dat blonde haar gekozen op die grijze wenkbrauwen. Oh. Nu schaam ik me best wel. Ik zit te twijfelen tussen 1 en 2. 3 in elk geval niet, want dat is echt gewoon plat. Ja, het is een twijfel eigenlijk. Het spijt me dat ik tegen je geschreeuwd heb en ik vertrouw erop dat je goede keuzes maakt.
waar ga ik meer aan hebben? Toch maar de eerste. Je bent nu volwassen. Ik had niet zo tegen je moeten doen. Die Moutbeer? Oh god. Oh ja, die achternaam had ik ook gegeven. Oh, dat komt echt allemaal nu terug. En schaam. Die Moutbeer. Amanda geeft me een knuffel. Oh, ik hou van knuffels. Maar dit komt eigenlijk best wel goed uit. Want ik ga over een paar dagen ga ik naar een vriend van mij. En die zou dit echt gewoon super leuk vinden, dit spel. Want het is echt een type voor zoiets. Oh, heerlijk. Wil je wat eieren? Weet je? Sprenkel er wat kaas overheen. Oh, ik hou zelf niet zo heel erg van eieren. Maar ja, zeg maar, als het door bijvoorbeeld pasta of zo zit, vind ik niet zo heel erg. Hoog gedaan. Ja! Geweldig! Amanda heeft alles opgegeten in de tijd dat ik nodig heb om de pan af te wassen. Oké, ik ga naar school. Tot later. Wacht, nog één ding voordat je gaat. Wat? Wat is dat boek? Wat? Ugh. Het is een social media platform. Wacht. Hm? Wat? Wat is een social media platform? Oké, wauw. Pap, ik moet nu echt naar school. Kom op, pap. Kom op, Amanda. Ik ben een oude man. Ik kan geen deadbook profiel maken op mezelf. Oké, ik zal je helpen om interessant te worden op het internet. Aww. Amanda gebruikt de volgende paar minuten om mijn profiel op Deadbook te maken. Een plaats waar vaders elkaar kunnen ontmoeten en praten over het vaderschap. Oké. Ugh. Oké, pap, we gaan je profiel aanmaken. Laten we wat likes en dislikes bij elkaar zetten. Wat? Oké, op vrijdagnacht vind je het leukste om te... mijn muntenverzameling te polijzen en te sorteren. Oké, dat gaat hem zeker niet worden. Netflix en grill, baby. Oké, dat is dus een grap naar Netflix en chill. In slaap vallen terwijl ik naar de de History Channel kijk. Oké. Mijn kinderen vervelen met vaderlijk advies. Wegzinken in een heerlijke oblivious. Weet ik niet, staat er. Het zijn ze eigenlijk allemaal net niet. Behalve, nou ja, dan is de minst erge is Netflix en grill, baby. Oké. Als je één ding had wat je mee zou nemen naar een... woestijneiland, wat zou het gaan? Mijn vertrouwde grill, een verloren zoutshaker. Oké, de derde weet ik niet. Een boot, echt. Ik heb het niet nodig, mijn survival skills helpen me hiervoor te trainen. Oké, dan wordt het dus de laatste. What are your turns on? Oké, wat doet iets met mij? Oké. Strong daddy arms. Sterke vaderarmen. Tennisschoenen met lange witte sokken. Een goed geordende tuin. Kennis van de straat. Geweldige grillvaardigheden. Oké als je huilt. Ik zit te twijfelen tussen de eerste en de laatste. De eerste is echt iets van mij. Dus ik doe mijn ding er wel in. En ik denk dat ik dan ook de richting van mijn favoriete daddy op ga. En de laatste is meer omdat ik niet echt wil kiezen op het uiterlijk. Maar dan krijg ik misschien een van de mensen die ik juist weer niet wil. Ik heb het idee dat elke keus, dat staat op een van de daddy's die we tot nu toe ontmoet hebben. En
deze staat op Jozef, waarbij we op het tuinfeest waren. Deze slaat op de daddy waarmee ik een nacht geslapen heb. Ik denk dat deze op Brian slaat, de daddy die we in het park hebben ontmoet. En die andere twee weet ik eigenlijk niet, want ik weet niet meer welke er over zijn. Nou, dat doe ik toch de eerste. Wat wilde je worden toen je groot werd? Schrijver voor boeken en instructies. Kapitein op een boot. pro skater die ook een astronaut was. Een goede vader. President van de ruimte. De eerste zou ik echt persoonlijk zijn. Maar ik zit ook te twijfelen op de ene laatste. Want dat klinkt gewoon heel goed in de context die we hebben. Eerst klinkt het een beetje saai. Gaan we toch voor deze. Wat is je favoriete movie genre? Oorlogsdocumentaires. De hele filmografie van Sean Connery. Alles op een laserdisc. Het is volgens mij een regular show grap. Romantische comedies. Wat me ook aan het huilen maakt. Oude comedies die niet goed oud zijn geworden. Oh, crisis. Eerste sowieso niet, want ik hou niet van oorlog. De tweede ook niet, want ik ken Sean Connery niet. Laserdisc, ja, ik heb nooit van de laserdisc gehoord. Ik zit tussen de eerste en de... Of ik zit tijd tussen deze twee. Dan ga ik toch mee. Wat is je ideale date? Samen slapen. Puzzel van 100 stukjes. Een gezond diner eten om 4 uur. Geocachen en echt verdwalen. Arson. Geen idee wat dat is. De laatste weet ik ook niet. Dan is het toch deze. Want dat is ook echt mij. Waarmee zou je nooit het huis verlaten? Die weet ik niet. Is dit een sick fake? Geen idee. Die weet ik ook niet. Een mes? Dat zeker niet. Zijn ze eigenlijk allemaal niet, omdat ik de helft gewoon niet weet. Ik kies er maar één. Ik denk heel erg veel aan complottheorieën, hoe trots ik op mijn kind ben, mogelijke eindes van de wereld, hoe erg ik mijn, of ik ooit mezelf, zoveel van mezelf zou houden als ik van mijn grill hou. Oké, dat is Jozef weer. Maar ik denk of ik kan... Oké, deze laatste die zijn zeker allemaal niet. Ik denk toch dat het deze is. Oké. Zie, dat was niet zo erg. Ja, dat was eigenlijk wel grappig. Ik zou hier wel de hele dag kunnen zitten om te kijken naar de profielen van mensen. Ja! Je zou ze misschien een bericht moeten sturen. Of misschien meer dan één. Al deze paden lijken wel interessant. Oké. Ik beloof dat ik soms een paar vrienden maak. Maar dan geef ik een blijf je pap. Oké. Welcome. You've got dads. Oh mijn god. Oké. Ik laat het hierbij. En dat is gewoon omdat ik echt totaal niet weet wat ik nu moet doen. Ik hoop dat ik jullie weer een leuk deel van dit spel heb gegeven. En alsjeblieft, vertel me wie ik moet kiezen. Ik geef een tip. Dat is mijn favoriete. Echt serieus. Misschien gaat hier nog een heel verhaal uitkomen over waarom. Maar dit is... Ik weet niet of er kinderen naar mijn kanaal kijken. En het is best een 18-plus verhaal. Dus misschien niet. Ik hoop dat ik jullie weer een leuke tijd heb gegeven. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot ziens!